Maar goed, we gaan naar de treinsurfer. Die wordt zo genoemd omdat hij treinsurft en die gaat daar ook gewoon mee door. Het gaat allemaal om een jongen die 2 maanden geleden een filmpje op YouTube plaatste, waarin te zien is hoe hij achter op een trein meerijdt. Daar was ontzettend veel om te doen. Spoorbeheerder ProRail was echt woedend. Ze deden ook aangifte tegen hem. Nou, dat heeft blijkbaar weinig indruk gemaakt, want deze beelden zijn gisteren online gezet. En je ziet dus hoe hij opnieuw hangend aan een trein een rit maakt. De video is wel van zijn kanaal verwijderd, maar goed, de video wordt al overal verspreid. En het is onduidelijk of ProRail opnieuw aangifte gaat doen. Dat is natuurlijk ongekend dit en ontoelaatbaar. Ja, ik zie hier ook verbaasde gezichten. Waanzin is dit. Ja. We gaan door met een